Vandaag zijn we in Walibi. Niet zomaar Walibi. We zijn bij de Halloween Pride Night. En ja, dit is ongeveer waar we nu zijn. De show is net voorbij. We gaan natuurlijk een heleboel plezier hebben. Want weet je, Halloween is niet eng. Als je erover nadenkt, is Halloween best wel leuk. En want ik ga gewoon de hele tijd lachen. Lachen naar alle enge monsters. Lachen naar alle spookhuis. Dat komt allemaal goed. En deze hier, dit is Amber. Zij gaat vandaag in de clinic. En ik heb helemaal hoe ze eruit komt als een ander mens. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik helemaal clean terugkom. Maar ja, en, ja, we gaan kijken wat ons allemaal staat te wachten hier. Maar hij is helemaal niet eng, zie je? Zie je helemaal niet eng? Naar ons. Waarom? Moet ze knap zijn. Daar is hij dan, mijn lieve Goliath. En het is rustig. Yes. Let's go. Nou, we zijn bijna aan de beurt en het begint te regenen. Daar heb ik geen zin in. Maar ja, dat kunnen wij. Nou, dat kunnen we.
Nou, oké, Amber loopt even achter me, want zij is langer dan mij. En anders komt ze niet goed in beeld. Zoals je het rolstoel maakt. Ik ben niet klein. Ik ben gewoon gegroeid tot de perfecte hoogte en toen stopte ik. Zie je mijn hoofd hier? Oh nee. Ja, nu zie ik je hoofd. Babette belde net, zij staat bij de Hall of Fame op ons te wachten. Dus wij gaan weer terug om haar op te halen. Jullie kennen Babette nog van mijn vorige vlog. Dat komt wel goed. Dan, hoe laat ging jij ook weer naar de kliniek? Wij gaan na 10:30 gaan we naar de kliniek. 10:30. Ja. Nog een uurtje. En ik ga lekker filmen hoe zij er in en uit gaan. Want voor mij hoeft het niet. Nou, maar je hebt het nodig, schat. De show is al begonnen. Succes, Amber. Ik kan dit. Yes. Ik geloof in jou. Dat zijn mensen die. En daar gaat Amber. Jij bent de volgende. Succes. Dank je. Nou, jij gaat er ook niet in, hè? Ik ook niet. Maar ik ga bij de uitgang staan kijken waar ze vandaan zijn. Dus kom je mee de uitgang in? Ja, ik wil het zien. Nou, dit is de uitgang.
De uitgang is al redelijk eng, want je hebt een soort van doolhof. En het is donker, maar ook weer niet heel donker, want er zijn schatlampen. Ja, al die containers. En het is hier ook wel wat gaat gebeuren, weet je wel? Ja, opeens springt hier iemand uit een hoekje en... Je kan ja. Oké, okay, hier is de uitgang. We kunnen ze nog laten schrikken wanneer ze eruit komen. Ja, dat gaan we doen. Maar volgens mij komen ze pas over 10 minuten eruit. Ah. En waarom ben jij er niet in gegaan? Gewoon niet. Dat is. Ik zie hier zat redenen eruit komen waarom ik er niet in ga. Het is niet dat wij niet durven. Nee. Wij hoeven het gewoon niet te zien. Nee. Dat is het. We voelen geen behoefte. Ik heb wel een leuk wachtmuziekje. Nou, je bent best wel aan het trillen, hè? Ja, maar ik heb nog niet zoiets van, oh, ik ben bang of zo. Dat niet. Nee. Ik heb de hele tijd heel aardig als een goede vriendin jullie tas op jullie spullen gelet. En dit is wat ik ervoor krijg. Ja. Het park is bijna gesloten, maar we gaan nog eventje los met die. Oh, kijkers. En ja, hoe was jouw dag vandaag? Nou, mijn dag was echt heel leuk vandaag. Ik was bij de... Oh. Vuur! Nee, ik was bij de Express geweest vandaag. En toen moest ik naar de personeelsparkeerplaats. Toen had ik pauze. Weer naar de Express. Pauze. Weer Express. En toen los Crafty. Nu zoals hier. Kijk, je doet veel als je werkt. Ja, het is echt vet leuk om hier te werken met Halloween. Sowieso, ook is het geen Halloween. Ja, haar zit hier een beetje door de war. Maar dat maakt niet uit. Nou, wat vonden jullie van vandaag? Ja, ze zijn echt veranderd door deze traumatische. Ja. Dat was het al voor vandaag. Ik denk dat we wel een leuke dag hadden. Ik ben niet bang geweest, want ik ben niet in de kliniek geweest. Hij kwam veel mee. Als zij het durven, dan durven jullie het ook wel. Nou, tot de volgende keer. Doei!